Kinderen in de leeftijdsklasse van 6 tot 11 jaar hebben vandaag hun eerste expositie gehouden in het gebouw van Nola Hatterman Art Academy. Familieleden, vrienden en kennissen mochten de werkstukken bewonderen die ze in de periode 30 augustus tot en met 9 september hebben gemaakt als onderdeel van de Nola Hatterman Art Academy vakantieschool. Puljan Sunil, waarnemend coördinator van Nola Hatterman Art Academy, zegt dat de instelling de jongeren de gelegenheid heeft gegeven creatief bezig te zijn in deze vakantie. Wij van het Nola Hatterman Art Academy hebben we de presentatie eigenlijk al gisteren opgezet. En er zijn hele leuke werkstukken uit voortgekomen, waardoor we dus dan ook gemeend hebben om de dag eigenlijk niet voorbij te laten gaan, maar dan ook een stimulans naar degene die gepresteerd hebben. Hebben we dan ook gemeend om prijzen uit te reiken. Wij hebben 5 groepen gehad, dus wij gaan per groep een nummer 1 en een 2 en een nummer 3 eigenlijk prijzen gaan uitreiken. De eerste periode van de vakantieschool van de Nola Hatterman Academy is 30 augustus begonnen en vandaag afgesloten met een expositie van de gemaakte werkstukken. De tweede periode, die op 13 september begint en doorgaat tot 23 september, is bestemd voor kinderen in de leeftijdsklasse van 12 tot 16 jaar.